Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdag en het is vroeg. Dat wil zeggen, de schilders zouden er om 8 uur zijn. Het is nu 9:10. Er zijn schilders die op onze buitenboom hebben gedaan, maar we zijn er niet zo enthousiast over. Ze heeft zeg maar ongeveer een enquête gedaan. We hadden al een tijdje geleden gemaild. Ze hadden toen het zo warm was, hadden ze ons geschilderd. Toen zeiden we al, ja, gaan er nog geen belletjes komen? Nee. Het was 38 graden. Nou, kwamen natuurlijk wel belletjes, dus de hele boel moet opnieuw. Waar we natuurlijk niet zo enthousiast over, want dan moet je dat weer allemaal regelen. Maar goed, dat duurde allemaal heel lang. En uiteindelijk kwam een enquête, dus toen heeft hij overal onvoldoende ingevuld. En nu ineens komen ze vandaag. Dus, maar goed, ze hadden gezegd, dan willen we graag vroeg komen. Om 8 uur. Ik had gezegd, nou, prima, maar niet voor 8, want dat krijg ik gewoon niet gebolwerkt hier op een leuke manier. Dus, maar goed, nu zijn ze er nog niet, dus ik heb er een hard hoofd in. We gaan het zien. Ik heb in ieder geval geregeld dat wij in het huis van de buren kunnen zitten, want die zijn op vakantie en daar doe ik de plantjes en zo voor. Ik had gevraagd van, joh, kunnen we dan even met de kids, want het wordt anders te koud natuurlijk, met de hele boel open en schilders en natte verf en zo. Het is gewoon een beetje regenachtig vandaag, maar goed. Niels is de hele week ziek geweest. Voelt zich nu al iets beter en heeft zo meteen een kinderfeestje vanmiddag. Dus ik hoop dat hij daarheen kan. Even kijken of het schilders waren, maar dat zei hij niet. Ik hoop dat hij zich daar opgeknapt genoeg voor voelt. Want meestal stort hij 's middags in, maar goed, we gaan het zien. En dan gaan zij... Het was dus voor mij best wel een pittige week, want ik moet natuurlijk alles zelf doen, want Sven mag niks. Tenminste, niet tillen. Dus het was voor mij best wel een pittige week met... in ieder geval Niels was echt ziek. Eén was een beetje gewoon onrustig 's nachts. Moet Brecht nu daar neerzetten. Hoi. Een beetje geïrriteerd vandaag. Zet iemand zeg maar zijn auto halverwege twee plekken, zodat er zeg maar net ergens niemand meer kan staan. Was een beetje veel voor mij om bij mezelf. En ook omdat ik lichaam ik ook nog niet helemaal hersteld. Dus ik heb overal spierpijn. Ze zouden morgen naar mijn schoonouders gaan, maar we hebben dus gevraagd of ze vandaag al kunnen gaan. Dus had Sven met de kids vanavond die kant. Dus dan heb ik even 2 nachten dat ik gewoon even goed kan slapen. En even fysiek zeg maar niet hoef te tillen. En toevallig kwam ik daarna pas erachter dat het morgen Glamour Day is. Dus morgen ga ik traditiegetrouw met mama naar Glamour Day. Dus daar heb ik heel veel zin in. Verder wil ik allerlei dingen doen, maar wel gewoon allemaal... allemaal niet tillen. Ik wil eigenlijk ook mijn wenkbrauw laten doen. Ik moet ze erbij tekenen, maar ik weet niet of dat morgen gaat lukken. Moet ik eigenlijk even voor bellen. Maar goed, ik neem jullie mee dit weekend. En ik heb er zin in. Ik heb ook nog een clown gevonden. Oh, misschien moet die erin dan. We zitten in het huis van de buren. Ik ben even een boodschappenlijstje aan het maken. Nee, kan ook niet. Ik heb even een kopje thee meegenomen en fruit voor ons. Ik ook niet. Kom. Nee, maar... Oh! Hij mag hier altijd spelen met de Duplo. Dus dat is hij aan het doen. En papa en Emma zijn even buiten. Dit vindt Niels geweldig, dus dat gaan we doen. Wie is het? Is het Bill? Zo, even stof gezogen. Door de schilders lag er overal van dat hele fijne stof van het schuren. Ja, dat was verschrikkelijk. Dus, en allemaal van dat donkergrijs. Dus nou, dat moest even gebeuren. Mijn broek, jongens, het zit zo wijd. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar... Wacht, hoe kan ik dit laten zien? Voor iemand die me interesseert, maar goed. Het is gewoon... Zeg maar, mijn been... Zeg maar, zo zou die strak zitten. Ik heb echt... 6 billen kunnen hierin. Nou ja, ik weet dat ik ben... afgevallen, maar... Ik zie dat het zo erg was. Maar goed, dit was een van mijn lievelingsbroeken. Voor, zeg maar... dagen met de kids. Maar goed, die moet ik even heel klein, heel erg laten krimpen ofzo. Ik weet niet. Ik heb mijn voeten was, want het zit ook vol met dat zwarte spul. Dus ik ga koken. Mama is net weg. Het is 6:15. De kids zijn al in de auto met Sven al enige tijd. En nu ga ik koken. En ik ga pasta maken. Want daar heb ik wel zin in. En daar heb ik voor nodig. Prosciutto, parmigiano, cherry tomaatjes, rode ui,
knoflook. Ik gebruik sojakokroom, want lactosevrij. Parmezaan heeft wel lactose, maar een van de redenen kan ik daar wel redelijk goed tegen. En dan pasta. Dus dat ga ik maken. Papje, ik ga eerst nog even wat te snacken voor vanavond halen. Want ja, hè? Dat is ook wel lekker. Dan heb ik dat voor vanavond en voor morgen. En middens. Dus dat ga ik nu eerst doen. Dus ik ga eerst nog naar de supermarkt. En dan ga ik eten koken. Ik heb echt serieuze honger, maar ook helemaal geen goed idee om dan snacks te gaan halen. Maar dat komt goed. Zo, mijn eten is klaar. En ik ga Temptation Island kijken. Ik heb de 10-minute peeling op van soap. En ik had dus snacks gekocht. Ik had M&M's gekocht. Maar toen zag ik op het laatste moment nog deze. Choco en hazelnoot. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dus ik heb ze allebei gekocht. Ik ga ze uiteraard niet allebei opeten. Maar wel het allebei een beetje proeven. En dan... May the best man win. Nee, morgen kan ik ook nog. Maar ja, dit is mijn treat of the day. Dus. Ik heb allemaal handen zo dat ik nu met de gordijnen gedaan. Vanwege de schilders moesten de gordijnen. Eventjes. Eraf. Maar nu wil het allemaal niet meer. Goed. Ik ga nu beginnen aan Love Island. Ik heb het net geproefd. Ik moet zeggen, ze zijn wel lekker, maar zeg maar, M&M's is echt een pinda met een dun laag chocolade omheen. En dit is meer, ik kan het zien, nou, de noot is er al uit, maar zeg maar, het nootje in verhouding tot de chocolade is heel anders. Veel met chocolade, ja. Alles voor de test, hè. Ze zijn echt anders dan mijn... M&M. Dus het is wel echt lekker. Maar wel met chocola. Maar wel lekker. Wat is het met deze kleine zak? Ik bedoel, dit is 200 gram. Hè? Ja, ik weet het. Ik kan ook geen reep chocola of zo. Ik weet dat mensen zijn die dat met gemak kunnen. Maar bij de grotere zakken zit er gewoon zo'n plakker dat je hem weer dicht kan doen. Maar ja, hierbij dus niet. Dit is gewoon een succes. Ga ervoor. Ja, dat red ik gewoon niet. Helemaal niet in combinatie met deze jongen die het dus ook niet heeft. Zo gek. Nou, ik heb genoeg gehad voor nou. Goedemorgen, het is zaterdag. Glamour day. Ik werd om 6 uur wakker. Toen dacht ik, nou, ik ben eigenlijk wel wakker. Kan wel opstaan. Toen dacht ik, nou, ik probeer nou nog eventjes te slapen. En dat heb ik gedaan. Toen werd ik om 8:30 wakker. Dus dat was heel goed. Bijslapen was een van de doelen dit weekend. Ik weet dat het volgens mij wetenschappelijk gezien niet bestaat, maar... Het voelt toch lekker. Nou, door de kapotte beschuitjes niet heel Pinteresty, maar wel heel lekker. No, dit is altijd zo irritant. Kijk dat dit dingetje is eruit gegaan en daardoor krijg je zeg maar dit. Dat kan je dus niet meer gebruiken. Maar ik krijg hem er gewoon niet in terug. Echt. Ik vind het trouwens een hele fijne mascara. Ik ben helemaal geen fan van L'Oreal mascara, maar deze vind ik geweldig. De Unlimited. Oh nee. Oh. Hoi. Boe, kijk, hij doet het weer. Yes. Oh, kijk, zie je het verschil? Oh, gelukkig. Oké, ik ga eerst die huls schoonmaken, want dit is echt fijn. Ik ben klaar om te gaan. Even, dit uit het stopcontact. Zo. Dit is mijn outfit. Dit is nou, helemaal aangeschreven haar is. Zwart shirtje. En deze, dit heet volgens mij body shape jeans. En mijn Reeboks. Ik weet niet of ik ze nou goed laat zien, maar goed. Dus ik ga nu op de fiets springen. Ik heb wel een sjaal, ik ben een beetje koudelijk. Ik heb dat echt normaal eigenlijk nooit, maar... Sinds ik terug ben van vakantie vind ik het gewoon een beetje fris. En jij zegt, ah joh, het is 18 graden. Maar boef, ik ben gewoon koud. Ja, of in die winkels is het natuurlijk allemaal wel weer warm. Hè? Dan loop je er weer mee te zeuren. Alles valt.
Nee, oké. Okay. Ik ga mezelf vermannen. Ik doe geen sjaal. Gewoon. Jasje. Het jasje is van Only, volgens mij. Dit heeft ongeveer iedereen. Maar goed. Hij is dan ook wel heel leuk. En mama heeft zeg maar deze zak aangepast. Want hier paste mijn telefoon nooit in. Maar nu. Bam, 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 bam. Past hij er in. Tadaa. Dus tip, mocht je zelf handig zijn of je moeder. Ik ben op zich ook wel handig, maar niet zo handig. Dan kan je gewoon de zak vergroten. Hehe. Goed, ik ga snel er vandoor. Ik heb de klemmer bij me. We're good to go. Wij zijn in de Zara. Ik heb nu een broek aan, maar ik vind hem een beetje niet zo mooi bij mijn billen zitten. Gewoon een beetje zo'n platte kont krijgen van. Nou, dat heb ik helemaal niet. En dit shirtje, maar ik ga het even een andere broek weer. Ik vond het wel grappig met die helemaal strak en dan ballon. Maar ik heb een andere broek weer om te kijken. Ik heb nu een leren broek aan, maar hij is een beetje te groot. Dus ik ga even een beetje kleiner proberen. Hij is gewoon, hij staat gewoon open hier. En hij heeft hier zeg maar dit. Dat is een beetje te groot, maar ik vind het raar denk ik. Dat is wat anders. Die kan dus dan weer zeg maar niet te dicht. Nee, nou oké. Okay. Bijzonder. Dit was een beetje de een. Overigens trui, niet deze, want deze wol ik kan helemaal niet tegen doen. Maar overigens trui en dan een leren legging. Maar ja, niet dit dus. Vandaag gaan we even lunchen. Goed man. Ik ben bij de Filmmode. Ik vind het een beetje boxy. Ik vind de kleur wel heel mooi. Die is echt. Brings out the ass. Deze vind ik wel model wel heel leuk, maar hij jeukt echt intens. Terwijl het geen wol is. Een broek aan het meteen, maar toch jeukt hij. Wel jammer, want ik had wel weer te groen. Ander groen donker. En ik laat hem zeg maar zo bij een rok een beetje of een broek. Ja, dat kan toch? Dat kan toch? Ja, dat doe ik ook heel vaak. Dat is toch hartstikke leuk, want ja. Het kleed dan juist een beetje de willen aan de binnenkant. Ja, ik vind het ook leuk. Leuk kleurtje. Ja. We hebben wat passen bij de Hennis. Ik heb deze trui aan, die vind ik ook leuk. Dit is van die ballon mouwen. Maar wel weer strak bij. Ja. Lekker roertje. Ja, we zijn het toch? Zit er iets op mijn beeld? Nee, is wel leuk toch deze? Zeker leuk, ja. Ik heb nu deze oversized trui aan. Dat is een beetje beige roze. En ik heb dus weer zo'n leren broek aan. Maar er zit een lijn in de trek. Dat ziet er niet uit. Zo'n beenkwapjes van. Maar die trui vind ik wel leuk. Vind je? Ja. Een beetje roze. Ik heb meteen mijn nieuwe trui gedaan. Because I love it. Een hele mooie kleur en ik woon in dit soort dingen. Zoals jullie weten, als ik thuis ben. Zijn klaagt wel eens over. Die man alleen maar in joggingkleren ziet. Maar ja, dat is het leven. Dit zijn ze. Super basic, maar ik vind ze heel leuk. Dus, hey, top. Voor Ede nog verder hebben jullie volgens mij alles al gezien. Ik heb voor Ede nog deze slofjes. Ik was heel erg in twijfel over maat, want ze heeft nu 20. Maar goed, haar voeten groeien echt absurd snel. Niels heeft ook hele grote voeten. Maar dit is dus 2021. Maar we hadden 2023 gekeken. En dat was weer dat je denkt, ja, dat is dan weer net te groot. En ze oefent natuurlijk wel met lopen. Dus ze moet niet veel te grote schoenen aan hebben. Dus toch maar deze. En als ze er dan uitgroeit, dan groeit ze er weer uit. Nu moet ik nog even dingen voor mijn site doen. Maar ik wil ook nog even, want ASOS zit ook in de H&M. Of in de H&M. In de Glamour Days. Dus die wil ik eigenlijk ook nog eventjes opkijken. Dus ik denk dat ik dat eerst even lekker ga doen. Even zitten. Het is 5:30. Dus ik ga zo meteen ook koken. Maar geen haast, geen haast. Morgenochtend ga ik even Zumba. En volgens mij komen ze morgen na de lunch terug. Dus alle tijd. En het gaat heel goed. Ik zag net een heel lief filmpje van ze. Dus ze zijn op een verjaardag daar. Heel schrik op feestjes. Maar ze zaten heerlijk met de oma op het kleed te spelen. Dus helemaal leuk. Is het even meegesport? Toch? Zeker. Wat ik nog niet trouwens had laten zien. Is bij de Douglas. Ik heb nog iets gekocht. Wacht even.
Ik heb dit gekocht. Ik ga het een keer proberen. Dit is voor lactose intolerantie. Ik ben natuurlijk lactose intolerant. En dit bevordert de afbraak van melksuikers. Ik heb zeg maar te weinig lactase, daardoor kan ik geen lactose afbreken. Zo'n soort verhaal is, dat kan ik nooit goed uitleggen. Maar ik had daar een heel artikel gelezen op de website van Carlijn's Kitchen. Ik kende het verder niet, maar ze had allemaal... Nou, ze gaf advies over welke je het beste kon nemen, maar die waren allemaal best wel duur. Dus ik dacht, ik ga eens beginnen met dit en kijken of het überhaupt wat doet voor mij. En deze heeft wel 4500 FCC en dat... je moet in ieder geval boven de 3000 hebben, begreep ik van haar zo uit. Dus ja, ik ga het gewoon eens proberen. Baat niet, schaadt het niet. En dit moet je volgens mij nemen. Even kijken. 1 capsule innemen voor... Voordat je dus iets met lactose gaat doen. Dus dat wil ik gaan testen. Heeft iemand er ervaring mee trouwens? Let me know. Ze had wel echt een aantal zeg maar aanraders. Die heb ik dus niet, nog niet gekocht. Maar ik dacht, ik ga eerst eens dit proberen. Want ja, voor dat geld. Goed. Dat ging net goed. Dat ging net goed, jongens. Zo, even opnieuw bouwen. Want wat ik wel had gekocht en jullie willen laten zien, was een nieuwe The Ordinary Foundation bij de Douglas. En dit is de Coverage Foundation, maar je hebt er ook een mildere, die wil ik eigenlijk ook een keer proberen. Maar deze heb ik nu ook op. En als je hem zeg maar gewoon licht aanbrengt, dan is hij niet full coverage. Maar je kan hem heel goed opbouwen, alleen dat doe ik dus niet, want ik hou niet van full coverage. Maar dit vind ik een hele fijne foundation. En volgens mij, dat ga ik zo nog even checken, heb ik de kleur normaal. Nu heb ik de kleur 1-2P. P is voor pink undertones en 1 is dan zeg maar voor fair. Dan heb je verschillende. Normaal volgens mij 1.2p, maar ik heb dus nu 1.1p genomen. Want deze is dan beter voor de winter. Maar dat ga ik zo nog even checken. En ik was aan het twijfelen tussen twee highlighter sticks. Eentje van Benefit. Niet de High Beam, maar de Watts. Beam, Watts, whatever. En eentje van Douglas huismerk zelf. Maar goed, ik heb die van Benefit niet eens getest. Ik vond die van Douglas op zich wel heel leuk. Maar toen zag ik dit. En ik ken dit merk niet, maar sorry, deze verpakking trok mijn aandacht. Dit is van Amber Valletta. Dit is de Spot On Highlighter. Nou, en dit spul is geweldig. Want dit is dus echt best wel vet spul. En ik heb een hele droge huid. Dus nou, maar eventjes jongens. Ja, ik veeg me op. Hier staat dan dat Amber Valletta. Het spiegelt natuurlijk een beetje, maar het is mat rosé. Nou. En dit is dus de stick. En het is dus echt... Ik weet niet of het nu overkomt op beeld. Oh ja, kijk, je ziet het. Het is een hele subtiele highlighter. Maar ja, hij is echt... Nou, het is echt alsof je een soort crème op je hoofd smeert. Geweldig. Nou, ik ben hier helemaal enthousiast over en je kan hem dan zo uitrollen, maar goed. Dus toen ben ik ineens voor deze gegaan. Dus dat was niet mijn plan, maar ja, ik vind hem, hij is gewoon heel soort vettig. En dat vind ik geweldig, omdat ik gewoon heel droog huid heb. Dus als je een vette huid hebt, is het misschien niet jouw ding, maar als je een droog huid hebt, zou ik er zeker eens naar kijken. Ze had wel meer mooie dingen trouwens, maar ja. Dit is dus de Amber Valletta Spot On Highlighter. Goed, dat was alles wat ik had. En nu ga ik nog even bij de ASOS kijken. En nog even kijken voor fans voor Niels. Zo, hetzelfde eten als gisteren. Had ik weer lekker op de bank. Oh, heerlijk. Ga opeten onder het genot van Love Island. Goedemorgen, het is zondag. En ik ben wakker. Ik ben een beetje in dubio of ik naar Zumba ga of dat ik hier ga sporten. Hier sporten kost natuurlijk beduidend minder tijd. En dan doe ik ook echt spieren. En Zumba is meer voor het leuk en de conditie. Ik weet niet. Wat ik wel weet is dat het nu 8 uur is en dat het hier gewoon donker is. Gewoon druilerig. Maar goed. Ik heb hier net een hele berg was neergelegd. Die moet ik nog opvouwen. Er zit nog een was in de wasmachine. Ja. Maar wat zal ik nou doen? Ik dacht, ik geef even een tip. Geef ik wel vaker voor. Zo, dat was het. Geef ik wel vaker, zeg maar, voor
workout. Ga ik dit doen? Welke ik heel. Ik doe heel vaak van Fit Sugar. Maar een trainer die ik heel leuk vind is Astrid McQuire, heet ze volgens mij. Deze mevrouw. En dit zijn de Cosmo Body Workouts. En dit is de 10-2-10 workout. 10-10. Kan ik je vertellen. En dan doe ik hem een klein beetje aangepast. Omdat ik bepaalde buikspieren nog niet mag doen. Als je die doet is het nog zwaarder. Maar ik wil niet zeggen dat die voor mij niet zwaar zijn. Want voor mij zijn zeg maar andere dingen ook al zwaar. Maar dan ga je dus zeg maar 10 reps, 9 reps, 8 reps, 7 reps, naar 0. En dan bouw je weer op naar 10. En ik heb nog wat van Holly Dolkey gedaan. Maar daar ben ik nog niet helemaal over uit of ik haar fijn vind. Met name omdat ik soms twijfel of... ze heeft zeg maar zulke bijzondere oefeningen. Dat ik soms niet weet of het goed is voor het lichaam. Maar goed. Maar... ik vind Astrid McQuire heel leuk. En Cosmo Body. Eentje die ik heel graag doe is de Sculpt Your Arms Fast van haar. Die vind ik echt heel fijn. Dat. En nu heb ik heel erg honger. Maar ik ga eerst even snel afspoelen. Want dan kan ik daarna gewoon lekker eten en opmaken. Alles tegelijk. Dat vind ik fijn. Ik ga wel alle tegenzetten. Ik ga even een glas water nemen. Dat is belangrijk. Warm. En ja, ik heb dus gewoon in mijn pyjama gesport. Ik heb hem wel opgeknoopt. Dat zal je de rest besparen. Ik heb hem wel opgeknoopt. Dat is een stuk beter natuurlijk. Hè? Met hier het geluid van het droog op de achtergrond. Ik heb een nieuwe foundation op. Niet de Ordinary die ik gisteren heb gekocht. Want het is in principe geen nieuwe, het is alleen een andere kleur. Klopt trouwens precies, want dit is dus 1.1p. En ik heb hier 1.2p. Dus dat had ik goed gegokt. Dus dat is goed. Maar ik had van de week deze NYX Born to Glow foundation besteld. Dat was korting bij de Douglas op NYX. En ik moest mijn wenkbrauwpotlood hebben en fixing spray. En toen zag ik deze en daar was ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. Ik heb hier de kleur Light van. Die is nu echt nog wel heel licht voor mij. Dus ik heb hem nu nog gemengd met een klein druppeltje van de Honey Bronze Drops of Sun. Dat doe ik eigenlijk meestal als iets nog te licht is. Maar voor de winter is hij denk ik prima. Maar je moet er zo weinig van gebruiken. Wow. Oké, ik hou niet van dekkende foundations zoals ik al vertelde. Dit is de Naturally Radiant Foundation. Dat vind ik inderdaad. Ik vind hem echt heel erg mooi. Echt een beetje zo'n radiant glow zonder dat er glitter in zit, zeg maar. Maar ik had er echt heel te veel nog. Ik doe echt altijd heel weinig. Hè? Echt. Meen ik oprecht. Ik doe van een normale foundation 1, max 1,5 pompje. Voor mijn feest. Maar deze moet je echt. Wow, anders dekt hij echt mega. Dus ik had het op mijn gezicht. Ik dacht, nee, dit gaat niet goed. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Dus toen heb ik het er allemaal afgewassen. Jazeker. Allemaal afgewassen en opnieuw gedaan. En nu zit het goed. Maar ik ben er heel enthousiast over. Maar je hebt dus echt heel weinig van nodig. Maar tot nu toe vind ik, ik weet natuurlijk niet hoe die houdt, zeg maar, op de dag. Maar tot nu toe, ja, het is natuurlijk een vrees. Het is zulk vrees, ik zeg het weer. In natural daylight heb je denk ik helemaal niks aan nu. Het regent echt pijpen stelen. Maar ik denk wel dat je kan zien dat hij echt, ik heb verder nog helemaal niks op, dat hij echt gewoon een soort glow geeft. I like it like that. Goed. Ik wil dus nu die highlighter gaan testen. Ik heb trouwens ook mijn mascara, houdt er echt mee op. Dus ik ga nu de L'Oreal Bambi Eyes proberen. Het was 1 plus 1 gratis. Dus ik heb sowieso zeg maar deze opnieuw gekocht. Was hier ook benieuwd naar. Goed. Ik ben zo benieuwd. Ik hou toch echt een liefde voor beauty. Can't help myself. Zo'n lekker spul. Ik was een beetje in twijfel of ik het voor of na de blush moest doen. Dat het natuurlijk best wel vet is. Dus ik doe het nu eventjes ervoor.
Het is echt wel dicht door vandaag, jongens. Dus ik weet niet of het gaat overkomen. Maar... Nou, ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. En op mijn neus zien jullie wel. Nou, ik weet niet of het zichtbaar is. Ik ga eens even voor mezelf kijken. Ook leuk. Ja, het is gewoon een hele mooie natuurlijke glow. Ja, I love it. I love it. Ik was op zoek naar stickers en toen besloot ik Niels een la op te gaan ruimen. Zo'n knutsela. Dus daar ga ik nu even de rest eruit pakken. Ik was namelijk op zoek voor stickers voor een kaartje. Voor zijn beste vriendinnetje. Opa, die kan hij daar opplakken. Maar nou, dit ligt er allemaal in. Ik ga het allemaal even uithalen. En even een beetje ordenen. Dit is natuurlijk een chaos. Oké, ik heb hier twee handen bij nodig. Dus een tijdje aan het wachten op man en kids. Maar die staan vast, want FC Utrecht speelt. Dus hij komt de stad niet echt lekker in. Dus dat is een beetje balen. Maar goed, hij belt zodra hij er is. Want dan moet ik natuurlijk chef Til zijn orders mee hebben. Hallo. Door de kamer rennen, Helen. Ja. Voorzichtig, Niels. Nou, we zijn allemaal herenigd. Ik ben nog even met Niels naar de verjaardag van zijn beste vriendinnetje geweest. En nou, ze zijn nu allemaal weer afgepeigerd. Eén heeft echt al 26 luiers, volle luiers gehad. Maar goed, die zit nu lekker te spelen daar. En ze doen al losse stapjes, dat is heel leuk. Nu is ze weer te spelen. En ondertussen ben ik altijd de wasjes aan het ophangen en zo. Ja, doe maar voorzichtig, want die moet papa nog even ophangen, maar daar kon ik niet bij. En de boodschappen zijn bezorgd. Ik heb deze maar weer eens besteld. Van de kleine keuken, broodbeleg, mango, pompoen. Ja, maar Niels, laat maar even liggen, want het is een beetje gevaarlijk. De kids liggen op bed. Ik ga even bananenbrood maken, want ik had allemaal rijpe bananen. Er moeten er 4 in. Ik heb er 1 over en die ga ik zo meteen in stukjes doen en dan invriezen. Want die gebruik ik dan weer de rest van de week. Of hij krijgt zeg maar de dagen na het kind eraf blijft. Dat zijn 2 dagen. Gaan ze aan de douche en onder de douche krijgt hij dan of bananenijs. Of chocoladeijs, hoe je het ziet. Of een milkshake. En dat is altijd met bijvoorbeeld banaan, een klein beetje cacao. En dan de milkshake is dan nog met melk erbij. That's it. Maar goed, daar gebruik ik die bananen dus voor. Dus dat ga ik even doen. Oh, sorry, ik ben heel onscherp. Goed, anyhow. Het is 19:45 bijna. Dus ik ga het vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond te zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Doei!